Karma. Voor twee kaartjes voor Hozier. Ja, net gedraaid en nu geven we weer kaarten voor weg. Hoe toevallig kan het lopen? Kandidaat nummer 1 voor het vertrouwensenigma is Inge, 28 jaar uit Amsterdam. Hoi Inge. Hoi. Wanneer heb jij voor het laatst gelogen? Moeilijke vraag zeg. Ik lieg eigenlijk nooit. Ik ben heel eerlijk. Oké. Nou, hopelijk ben je ook heel eerlijk tegen kandidaat nummer B, Fabian, 23 jaar uit Hengelo. Hi Fabian. Hi. Laat eens horen hoe betrouwbaar je bent. Ik ben heel betrouwbaar. Oh, ja, we horen het. Jongens, welkom bij de vertrouwensenigma. Als volgt gaan we te werk. We hebben maar 2 kaarten voor Hozier. Ja. En dat zal dus betekenen dat jullie de pot moeten delen. Allebei 1 kaartje. Maar, in het geheim mogen jullie straks tegen Ramon zeggen, buiten de uitzending om, of je de pot echt gaat delen met elkaar, of dat je stiekem toch allebei de kaarten pakt. Oelala. Het enige ding is, daar kunnen jullie niet allebei doen. Want als je stiekem allebei alle kaarten willen pakken bij de kaarten, dan wint niemand wat. Nee. Dus ja, gok je erop? Of zeg je, nee, laten we gewoon maar delen. Is dat gewoon het allerbeste? Jullie hebben nu eventjes een half minuutje om elkaars vertrouwen te winnen of te faken. Inge en Fabian, heel veel succes met de komende half minuut. Wat jullie gaan doen, wat jullie tactiek wordt. Nou, Inge, ik zeg delen eigenlijk. Ik zeg delen, want je kan beter samen gaan dan helemaal niet, toch? Nou, dat is absoluut waar. Als één van ons gaat of zo, dat zou ook zo sneu zijn voor de ander. Ja, nou ja, ik had sowieso maar 1 kaartje voor mezelf nodig, want mijn vrienden jou veel meer van techno en dat soort dingen. Dus ik had sowieso eigenlijk niemand mee kunnen vragen. En dus lijkt me heel gezellig om dan gewoon met jou te gaan. Oké, Inge en Fabian. Jullie hebben besloten om te delen, tenminste dat is wat jullie zeggen nu op de zender. Nu mag je in het geheim aan Ramon geven, buiten de uitzending, zeggen wat je echt gaat doen zometeen. Inge is de uitzending uit. Fabian. Ja? Vertrouw je haar verhaal van haar vriendje met techno? Ja, dat maakt op zich niet heel veel uit. Toch? Nee. Maar jij vertrouwt haar, zeg je? Ja, ik vertrouw haar op zich wel, ja. Mooi. Mooi oprecht. Oké, Fabian, dan komt Inge terug nu. En dan ga jij nu in het geheim doorgeven wat je gaat doen. Hé, hey Inge. Teamwork. Vertrouw jij Fabian? Ik weet het niet. Hij gaf niet echt een goede reden om te delen, vond ik. Maar hij deed wel heel eerlijk. Heel betrouwbaar. Ja, vind je? Dat weet ik niet. Vind jij het? Dat is de grote vraag. Jongens, daar gaan we. Inge en Fabian, jullie zijn allebei terug. De vraag is, wat gaan jullie doen? Voor 2 kaarten voor Hozier, gaan jullie elkaar gelukkig maken of gaan jullie elkaar naaien? Soms is dat precies hetzelfde, maar in dit spel niet. Nee. Inge uit Amsterdam van 28 jaar, wat heb jij besloten te doen? Ik ga de kaarten delen. Heel mooi vinden wij dat. Als Fabian ook gaat delen, krijgen jullie samen 1 kaart. Allebei 1 kaart. Als Fabian nu besluit te gaan stelen, dan win jij niks, Inge. En dan pakt Fabian ze allebei. Ben je er klaar voor? Ja. Fabian, wat heb jij besloten te doen? Stelen. Sorry, Inge. Nee! Oh, Fabian. Ja, ik kan het mijn vriendin niet aandoen. Ja, ik vind dat heel jammer. Ja. Dan lijk ik toch weer de enige eerlijke persoon te zijn in de spelletje. Ja. Blijkbaar. Oh, Fabian, wat ben jij een nare hek. Snel onze uitzending uit. Maar we hebben 2 kaartjes voor Hozier. Ja, we hebben 2 kaartjes. Maar dan ook meteen wegwezen. En Inge. Ja. Geef ons eens even een dikke kus. Kom eens hier. Kom eens hier in onze armen. 3 dikke kussen voor jullie. Dankjewel. Dankjewel dat ik mee mocht doen.